Nou, ik kom in een stadion waar 80.000 mensen komen kijken naar atletiek en natuurlijk naar de 100 meter. En ik had al de hele avond zitten genieten, want ik zat op de tweede rij en ik was helemaal als een klein kind heel blij. En ja, we gingen in de voorbereiding voor de 100 meter en er komt een man voorbij lopen. En omdat we zo dicht bij de start zaten en die man ging allerlei respectloze dingen roepen. En toen dacht ik al van, oké, ja, dit is eigenlijk niet oké. Maar goed, hij werd op een gegeven moment gesommeerd om terug naar zijn plaats te lopen. Toen bleef hij staan ter hoogte van waar ik stond. En toen was ik helemaal gefocust op de 100 meter, want het ging beginnen. Daar kwam ik voor. En op het moment dat het startschot klinkt, zie ik die man een flesje op de baan gooien. Dus nou, er zijn al filmpjes van, ik kijk zo en je ziet mij wat zeggen. En wat ik zeg is, gast, doe even normaal. En ik geef hem een duw. Maar door alle commotie die daardoor ontstond, miste ik eigenlijk heel de 100 meter. En daar was ik echt zwaar van onder de indruk. Dat vond ik erg jammer. Daar was ik erg verdrietig van. En ik kan me niet voorstellen dat ja, iemand zoiets doet. Ja, wat gebeurde er toen? Nou, toen is hij op een gegeven moment, ik heb alleen maar gezegd, gast, doe normaal. En toen ging het zo snel. En voor ik het wist, is deze man meegenomen door de guards en was hij weg. Nou, wat heb je in een tweet de wereld in gestuurd met dat verhaal en ineens ben je wereldnieuws. Ja, nou ja, we hebben het natuurlijk gehad voor de Olympische Spelen over de impact van social media. Ik ben teruggelopen naar het dorp met verschillende emoties. Ik mis de 100 meter, er gebeurt wat. Iemand doet iets waarvan ik denk, nou, dit kan niet. En toen heb ik een tweet geplaatst. Nooit gedacht dat het zo'n impact zou hebben. Maar de machine is gaan lopen. En dan zie je ineens, dan sta je hier ineens met allemaal mensen die het nog een keer willen horen. Ja, maar hoe zijn die gevoelens nu dan? Nou, ik ben nog steeds van mening dat we op een Olympische Spelen zijn. En dat ik vind dat welke atleten ook wij moeten zeg maar eren. En we zijn hier om mooie wedstrijden te zien. En dan vind ik dat het gedrag wat deze man tentoon heeft gespreid absoluut ongepast is. Dus ik kan er nog steeds niet bij dat deze man zoiets doet. Nou ja, goed, daar heb ik iets van gezegd. En voor de rest is het voor mij al over. En ga ik straks gewoon beachvolleybal kijken hoor. Het gaat gewoon door. Wat vind je van dit mediacircus dan? Ach, ja. Nou, jullie hebben toch ook wat nodig om over te schrijven? Ja. Ja. Nee, ja, ik snap het. Het is nieuws. En omdat het gelinkt is aan de 100 meter, snap ik dat het interessant is. Maar er zijn nu alweer zoveel medailles gewonnen. Laten we lekker daar naar gaan kijken.